De kruising tussen de Atlantakade en de Burgemeester van Rooienstraat in Hogezand staat bekend als een zeer onveilige verkeerssituatie. Omdat de partijleden van de SP het belang inzien van de verkeersveiligheid, gaan ze daarover in gesprek met de bewoners. Wij staan hier bij Tussenhof Zuid en Gorecht Oost. We staan hier bij het kruispunt bij de expert daarin. En wij gaan eigenlijk met z'n allen gaan we eventjes de mensen vragen hoe onveilig de verkeerssituatie hier is. Ja, want het is wel echt een probleem. Ja, ja, het is hier nou bijna één keer in de twee weken is het wel raak. Er gebeuren genoeg ongelukken hiervoor. Het is ook best wel een onoverzichtelijk kruispunt. Je komt hier best met wat snelheid aan. Ja, je mag hier 30, maar het is gewoon veel harder. En dan heb je gewoon eigenlijk geen overzicht wat er hier allemaal gebeurt. En dat willen we gewoon eventjes in kaart gaan brengen. En dan gaan we eens kijken, zeker als raadslid, wat ik hieraan kan gaan doen in de raadzaal. Ja. Ja, jullie ondervragen dan de bewoners die hier uit de buurt komen. Ja. Ja, wat zijn de reacties die je krijgt? Ja, over het algemeen is het gewoon onveilig. Wat ik net ook zeg, er zijn gewoon één keer in de twee weken, twee keer in de maand, dat er hier gewoon kleine ongelukken zijn. Ook kleine ongelukken zijn gewoon niet goed, maar er zou maar eens een keer een groot ongeluk moeten gebeuren. Ja, wat dan? Ja. Dus als wij hier gewoon voor kunnen zorgen met de SP dat wij hier een heel mooi voetgangerspad krijgen. Die ook gewoon zichtbaar is, duidelijk is. Zodat wij echt hier een punt kunnen maken. Ja. Veiligheid. En dat is het belangrijkste. Ja, jullie als SP zetten je dan in voor de verkeersveiligheid. Hoe zorg je dat bij de gemeente terechtkomt? Nou ja, daar ben ik natuurlijk voor. Daar hebben we Joke voor, daar hebben we Peter voor natuurlijk. Dat doen wij gewoon met z'n drieën. Die twee zijn er op dit moment helaas niet bij, dus ik doe het lekker alleen in mijn eentje met mijn prachtige mensen, leden van de partij. Ja. Die het gaan met z'n allen doen. Ja. Dus. En vaak zie je ook dat er handtekeningen bijvoorbeeld verzameld moeten worden om het probleem op de kaart te brengen. Denk je dat het hier ook het geval is? Nee, op zich hoeven we dat nog niet te gaan doen. We gaan het nu gewoon eventjes inventariseren van joh, wat gebeurt er? Ziet de rest ook wat wij dus eigenlijk, wat ik je net verteld heb, is dat ook zo waar? Klopt het? Nou, en daarna gaan wij kijken de vervolgstappen hoe we dat gaan doen. En waarschijnlijk gaan we dit gewoon in de raad brengen als het zo is als wat ik net vertel, ja. Nou, wil ik je hartstikke bedanken. Graag gedaan, succes.